Centrum Els heeft voor de tweede keer een ster ontvangen op het gebied van veilig ondernemen. Winkelend publiek in Elst voelt zich veilig en ervaart de straten als schoon. Bij de uitreiking werden certificaten uitgedeeld aan onder andere ondernemers, agenten, brandweerlieden en de burgemeester van Overbetuwe. Na een eerste ster van het keurmerk Veilig Ondernemen heeft werkgroep Centrum Elst gisteravond een tweede ster in Veilig Ondernemen ontvangen. Inwoners en bezoekers in het dorp kunnen prettiger winkelen doordat de veiligheid gewaarborgd wordt. Ik denk dat ze het onbewust overal merken. Want het betekent wel dat Els dus met twee sterren schoon, heel en veilig is. Op een dusdanig niveau dat dat echt een verschil uitmaakt. Dus dat doet ook wat met je beleving als je door de dorpsstraat loopt of bij een winkel hier naar binnen gaat. Het grote geheim achter de veiligheid in Elst en het ontvangen van de tweede ster ligt in de structuur van de werkgroep. De werkgroep bestaat sinds de oprichting van de stichting Centrum Management Elst en dat is 5 jaar geleden. En toen is deze werkgroep in het leven geroepen. Het belangrijkste onderdeel van de werkgroep is dat wij 2 keer per jaar een middag- en een avondschouw houden in het centrum van Elst. De ondernemers komen 2 maal per jaar samen in de werkgroep. Hier bespreken ze verschillende aandachtspunten. En dat merken wij ook gewoon in ons werk. Als hier iets aan de hand is, dan lossen we het samen op en dan de samenwerking is goed. De wijkagenten kunnen hier de collega's van de detailhandel en de winkeliers en de ondernemers goed vinden. Dus die samenwerking, ja, die is gewoon top en dat betekent die tweede ster. Hier zit een groep enthousiast ondernemers die daar dus ook de schouders onder gezet hebben. Dus top! Janssen, die namens de aanwezige ondernemers spreekt, zegt de tweede ster als een blijk van waardering te zien voor de inzet van de werkgroep als geheel. De werkgroep bestaat uit de samenwerking tussen politie, brandweer en ondernemers. 'S Avonds gaat het heel veel over verlichting en verder alles wat in het centrum enigszins beschadigd is of vernield is of vuil is of graffiti. Hierbij documenteren ze alle punten die te maken hebben met schoon, heel en veilig. Vervolgens kijken ze of dat verbeterpunten oplevert. Dat het gewoon iets gestructureerder is, dat er meer structuur in komt. Het is niet meer een beetje los. En met zo'n eerste en de tweede ster moet het zien als van een amateuristische samenwerking naar een wat meer professionalisering van de samenwerking. Dat kunnen we wel merken, ja.